Martin, proost. Ja, op de fijne samenwerking met ons tv-programma Midden Holland. Nou, heerlijk, hè? Gaat lekker, hè? Ja, ik vind het zo mooie lekker. Mooie locatie hier. Ook lekker buiten zitten. Echt lekker bij de fontein. Fonteintje, heerlijk. Dus, proost. Weet je wat ik er gevoel van krijg? Ik krijg het gevoel dat we wat vergeten. Vergeten we dan? Vergeten we iets? Ja, wat hoe laat is het vandaag? Zaterdag. Willem! Wij zijn weer te laat. We zijn het vergeten. Laten we die staan? We moeten weg. We moeten weg, Willem. Is goed. Nou, eens kijken. Zo. Waren we het toch bijna vergeten, Martin? We waren het bijna vergeten, ja. Jullie volgens mij ook, of niet? Goedenavond. Ik vind het toch wel fijn dat ze zijn blijven wachten, hè? Ja, ik ook. Want wie was echt te laat? Ja, wie was hij nu te laat? Jij of ja, ik? Nee, ik. Het spijt me. Ik was te laat. Ik moest nog wat doen. Dus het spijt me zeer. Nou. Succes. Ook, ja, ook met het datten. En, ja, ik ga vast klaarzetten. Ja. En ik zie je zo. Of wie staat er aan kop voordat deze mensen beginnen? Martin met 44 punten. Dat was voor twee weken geleden. Ja, 2 weken geleden, ja. Dus ik denk dat die score eraan gaat. Ja? Ja. Ja, er zit er eentje aan tafel die regelmatig dart. Dus ik denk dat het 44... Gaan we die dan één pijl geven? Ja, die gaat in de triple 20. Ja. Ik weet het zeker. Hey, succes. Ja. Ik zie jou straks. Is goed, tot straks. En ik ga naar mijn gast aan tafel. Goedenavond. Goedenavond. Dames en beide heren. Gezellig. Welkom bij ons muziekprogramma Midden Holland TV. En Apeldoorner. Ja. Brabant. Ja. Brabant. Klein beetje Brabant party, hè? Eigenlijk ja. Amsterdammer. Ja, klopt. Geboren Amsterdam. Geboren Amsterdam. Sydney Bischoff. Ja. Voor de kijkers die hem niet kennen. Ik kan me eigenlijk in Apeldoorn niet voorstellen. Want als je oliebollen gaat halen, dan doe je dat bij jou. Bij mij. De zingende oliebollenbakker. En bij je vrouw. Ja, zeker. Ja. Ja. Kun je die combinatie aan? Ja, dat gaat al jaren goed zo. Dus prima. Hartstikke goed. Dus. Ja. Veel door het land heen trekken en dan gelijk de kermis ook daar optreden ook. Doen? Ook. Ja, dat gebeurt wel. Niet altijd natuurlijk. Nee. Maar goed, dat zeg ik gelukkig. Mijn vrouw die kan heel goed oliebollen bakken. Beter dan ik. En die gaat dan naar de oliebollenkraam en ik ga dan zingen. Zo werkt dat. Ja, Sharon Dee. Ja. Wat een bijzonder. Hè? Dat is je artiestennaam. Ja, klopt. Ja, leuk. Erg jong nog. Ja, 15. 15 jaar, vanaf je 8e bezig met het artiestenwereldje. Klopt. Moeilijk? Ja, maar plezier is belangrijker. Dus. Ja. Van wie heb je die genen, het zingen? Mijn tante die was getrouwd en haar man die zong. Ja, dat vond ik altijd wel heel leuk en zo is het begonnen. Ja, ja. Leuk. En dan hebben we Christian Mallon. En dan heb je een hele bijzondere achternaam. Mooi, hè? Ik weet niet of ik hem goed uitspreek, maar Bladsheim. Bladsheim, ja. Ja. Ja, ja. En Mallon, dat is mijn artiestennaam. Ja. En Bladsheim, dat is mijn echte naam, om zo maar te zeggen. Ja. En Mallon, waar komt dat vanaf? Nou, Mallon is eigenlijk een beetje gekomen in de loop der jaren. Ik ben eigenlijk begonnen als Christian, maar er waren nog meer Christians in het circuit, zeg maar. En toen heeft mijn toenmalige platenmaatschappij heeft gezegd van we moeten een achternaam gaan verzinnen. En dat hebben we afgeleid van mijn zoon, de naam, die heet Milan. En ik vond het wel leuk om dan het niet echt zijn, zeg maar, Christian Milan, maar Mallon, dat klinkt wat gebekter, vonden wij. Ja. Dus daar komt het vandaan. Het is eigenlijk afgeleid van mijn zoontje. Ja. Ja, toch wel heel bijzonder. Ja, zeker. Dat zijn artiestennamen. Ik kom toch even terug bij Cindy, want Cindy heeft zijn eigen naam aangehouden. Want ja. Ook, ja, heb je een hele goede reden voor? Goede reden voor. Ik zit niet Bischoff, ja, je hoort het ook niet veel. En persoonlijk vind ik hem wel geschikt voor artiestennaam ook. Ja. En wat is mooi, om wat je van je vader en moeder krijgt bij je geboorte. Ja, om dat verder door te dragen. Ja. Vier singles. Drie singles in jouw korte carrière eigenlijk nog maar. Ja. Heftig. Ja, mijn 11e kreeg ik mijn eerste cd'tje. En er waren wel 2 covers. Ja, en nu? Ja, nou... eigen nummers. En wie schrijft ze voor jou? Even denken hoor, die van 2,5 jaar terug, dat was
Willem Lazaroms en... ik kan even niet op de naam komen. Maar de laatste single dus, dat was, die heeft mijn tante geschreven. Oké. Okay. Familie, leuk is dat denk ja. ik. Hè? Ja. Ja, was heel leuk. Ja, ja. En bij, jij bent vroeger discjockey geweest? Heel lang, ja. En dan denk je van, zing je toen mee met de liedjes die je zelf draaide? Of nee, want ik ben dan, nee. Of ik, nou, ik kan best heel het verhaal misschien vertellen, of niet. Ik ben begonnen als discjockey en daarna ben ik geluidstechnicus geworden. En toen is het balletje eigenlijk allemaal gaan rollen. En het alom wel bekende verhaal krijg je nou weer natuurlijk. Ik pakte de microfoon wel eens vast om te soundchecken voor degene waarvoor ik toen werkte. En dan krijg je weer die complimenten, zeg maar, van hey, daar moet je wat mee gaan doen. En toen hebben we eigenlijk voor de grap heb ik iemand benaderd en die heeft een hele leuke single gemaakt toen de tijd. En die werd gelijk eigenlijk opgepakt. En toen dacht ik van ja, waarom proberen we het gewoon niet? En deed je voor bekende artiesten het geluid? Ja, ik ben met René Vroger ben ik 3 jaar op pad geweest. Ja. Ja. Een hele hoop meegemaakt, denk ik. Ja, want het was echt in de begintijd, zeg maar, dat hij bekender werd in Nederland. En dat was wel een hele leuke, drukke tijd. Ja. En dan nu in één keer die omslag gemaakt om zelf te gaan doen? Nou, niet in één keer. Dat is eigenlijk zo een beetje gelopen. En nu ben ik inmiddels een jaartje 5 verder, zeg maar. Ja, kun je zien, 5 jaar verder. Een hele hoop. Jij nog maar kort bezig. Ja. Hoe ziet jouw toekomst er, denk je, uit voor vorig jaar ben ik benaderd voor Lego World. Een week lang. Ja, dat is meer kidsgericht. En sinds toen doe ik heel veel dingen voor kinderen. En ik wil eigenlijk nog even dit jaar afwachten. En dan en anders ga ik terug naar waar ik mee begonnen ben. Gewoon gezellige Nederlandstalige muziek. Ja. Nederlandstalig is wel jullie ding, alle drie, denk ik. Ja. Voor mij wel. Bij mij ook Engelstalig wel. Ook wel? Ja. Ik zing ook wel Engelstalig. Oké. Okay. Ja. Sidney, Henny Thijs is een belangrijk iemand in jouw... Ja, zeker. Ja. Nou ja, goed. Iedereen die aangekomen mee zit, die is belangrijk natuurlijk. Ja. Ja. En Henny, die heb inderdaad een paar nummers voor me geschreven. Nummers, moet ik zeggen. Een stuk of 6, 7, zoiets. En ik schrijf zelf ook en je weet wel. Want de laatste nummer wat je uitgebracht hebt, dat heb je zelf, heb ik zelf geschreven met je zwager? Nee, niet met mijn zwager. Mijn zwager heeft de muziek gemaakt. Oh, die heeft de muziek gemaakt, ja. Ik heb zelf geschreven. Ja. Dus, die ga je zo meteen ook doen? Die ga ik zo meteen ook doen. Ja. Ik ga 2 nummers doen die ik zelf geschreven heb. Dus, Gezellig. En wat zijn de nummers die jij gaat doen? Mijn 2 eigen nummers. De een is 2,5 jaar terug uitgekomen en de ander vorig jaar in april. Christian, voor jou? Ik ga mijn eerste single doen, Volle Maan. Waar het allemaal eigenlijk mee is begonnen. En mijn laatste single ga ik doen, Geniet van Elke Dag. Nou, ik denk dat wij voorlopig weer even genoeg gesproken hebben met elkaar. En dat we Apeldoorn maar eens laten genieten van muziek. Dus Cindy, ik wil vragen of jij het spits af wil bijten. En dan gaan we heerlijk genieten van mooie muziek bij Made in Holland TV. Gaan we doen. Het was op een warme zomervakantie aan de Middellandse Zee. Daar zag ik haar voor het eens lopen. Er liep niemand met haar mee. Ik dacht, waar gaat zij naartoe? Zal ik haar eens wat gaan vragen? Voordat ik het wist, stond ik al naast haar. Mag ik vanavond met je uit? Dan laat ik je gelukkig zijn. En bij het licht van de zilveren maan wij dan rode wijn. En als de avond dan verspreidt, weet jij wel hoe ik ben. Dit is niet voor één nacht, laat me bij je zijn vannacht. Ik wil voor altijd bij je
vannacht, ik wil voor altijd bij je zijn. Ze was meteen gecharmeerd en ze lachte tegen mij. We gingen die avond dansen met z'n tweeën de hele tijd. Toen laat dit voor eeuwig zijn, want het voelt toch zo fijn. Voor altijd bij elkaar, dat zal het mooiste zijn. Mag ik vanavond met je uit, dan laat ik je gelukkig zijn. En bij het licht van de zilveren maan, drinken wij dan rode wijn. En als de avond dan verstrijkt, weet jij wel hoe ik ben. Dit is niet voor een nacht, laat me bij je zijn vandaag. Ik wil voor altijd bij je zijn. Die zomervakantie speelt nog altijd door mijn hoofd. Na zoveel jaren samen, zijn wij nog steeds bij elkaar. Waar schrijf je nou zulke muziek? Ja, aan de tafel. Gewoon thuis. Gewoon? Ja. Kom het al bij je? Ja, ook. Maar ik heb ook wel eens in de oliebollenkraam gezeten. Ik dacht van... Zie je iets voorbij komen? Nee, heb je wat inspiratie en je denkt ergens aan, je doet wat. En zo heb ik ook dat nummer geschreven van... mag ik hier voor altijd blijven? Ja, oké. Okay. En dan kom in één keer steekwoorden en dan werk je hem later uit. Klopt. Ja. Ja. Volgende nummer? Ja, dat is ook een heel mooi nummer. Heb ik geschreven, ook zelf. Eigenlijk zelf heb ik dat voor mijn vader geschreven, omdat hij toen ik 16 was overleden is. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk een multifunctioneel nummer. Ja. En iedereen kent eigenlijk plaatsen, vind ik. Het is een ballad. Ja. We gaan kijken en luisteren naar nog een nummer van Sidney Bischoff. Hier eenzaam door de straten, ik denk nog elke dag aan jou. Ik ben weer in mezelf aan het praten, omdat ik nog steeds van je hou. Het is al zoveel jaar geleden, een zware tijd heb ik gehad. Je ging te snel naar het verleden, maar weet dat ik je nog steeds aanbad. Jij komt nooit meer terug. Jij komt nooit meer terug in mijn leven. Elke dag denk ik nog, waarom moest je me nu al verlaten? Jij komt nooit meer terug. Jij komt nooit meer terug in mijn leven. Waarom ging jij zo snel? Er valt helaas niets meer te praten. Was jij nog maar hier? Was je nog maar heel even bij? Ja, jij ging toch snel van ons heen, ik voel me nu eenzaam. Elke dag ging zo snel voorbij, maar ik voel je nog steeds niet bij mij.
het zal toch altijd zo zijn. Lekker nummer, man. Ja, lekker nummer. Hè? Ongelooflijk. Ja. Ja, ik vind het ook een lekker nummer. Ja. Ben jij sportief? Ben ik sportief? Tuurlijk. Ja, je staat in de oliebollenkraam, je zingt. Wat doe je nog meer daarnaast? Ik zit veel op de bank, lekker chillen. En, nee, wat doe ik ernaast? Ik ga met mijn zoon altijd mee naar voetbal. Is dat sportief? Sportief? Ja, vind ik sportief. Ja, ik kijk Eurosport, dus dat is ook goed. Ja, dat doe ik ook met een glaasje bier. En ik doe wel eens datten met een glaasje bier. En datten? Met een glaasje bier. Komt goed uit, wij gaan datten. Gaan Weet je wie daar de gast hier is? Nou. Iemand die jij heel goed kent. Ja, zou ik dat willen? Mag je een pijl in zijn rug gooien? Ah, lekker, ga ik doen. We gaan naar Martin toe. Ja, mee, zit. Dag mensen. Sidney, dat was een lekker optreden. Zal ik je eens voorstellen aan, aan een iemand? Ken je wel? Erg, hè? Erg of niet? Hé, wat? Luister jongen, ik verwacht heel veel van jou. Ja? Omdat ik wel vrij goed kennen elkaar. En ik weet dat jij al een paar jaar dat. Dus ik verwacht die 44 van Martien, die verwacht ik weg, hè? Dat weet je. Nou, we gaan dus er overheen. We gaan ons best doen. Ik zou zeggen, ga je gang. Nee, ik heb trouwens afgesproken met hem dat hij een handicap krijgt. Hij krijgt mijn bril af. Nee, hij doet geen bril af. Oh. Anders ben jij te lelijk. Dat doen we niet. Oh, dat is goed. Of ik draai het bord om. Dat kan ook. Ja, dat kan ook. Doe eens met de ogen dicht. Hartstikke idee. Sportief, Sidney. Oeh. Ja. En ik zei, ik verwacht heel veel van je. En je hebt mijn verwachtingen waargemaakt, want het is 56. Ja, ik vind het applausje waard. Dankjewel. Op dit moment op 1. Baby.
Sherm die, leuk nummer, lekker vrolijk. Dankjewel. Ja, leuk hoor. Hey, dan kom je al gelijk weer, Voice Kids, The Voice of Holland. Geen idee om daar mee te doen? Nee, eigenlijk niet. Niet? Nee. Gewoon lekker hier weggaan en geen programma nodig ervoor? Nee, ik vind het leuk zoals ik het nou doe. Ja. En ja, als je daar weer aan meedoet, krijg je toch alleen maar kritiek en... Ja, ik weet niet. Ja, denk het. Ja. Is dat zelfbescherming van je? Heb je niet nodig volgens mij. Klinkt toch goed, dames en heren, of niet? Hè? Ja. Dankjewel. Dus, bescheiden applaus, maar ja goed. Hey, het volgende nummer, wat is dat? Een beetje een zomers nummer eigenlijk. Dus... En? Ja, nou het is weer een uptempo nummer. Vrolijk weer. Ja. We gaan lekker genieten. Apeldoorn. Nogmaals, Sherm die. Ja, hier ben ik toch. Je maakt me gek, hoe je naar me lacht. We gaan ze maar verder tot diep in de nacht. Ja, hier ben ik toch. En jij wilt me toch. Laat me nu verliefd. Ja, verleid me dan. Vraag mij naar mee uit. Ik ga met je mee. Laat me nu verliefd. Ja, verleid me dan. Jouw geur is de passie van een wervelwind. Melodie van de Ja, de zomer is wel even achter ons, maar dit is alweer een heel heerlijk gevoel richting de zomer van volgend jaar. Dus die rapper, wie is dat? Eljo. Is dat een bekende in Brabant? Nee, eigenlijk niet. Ze waren wel met één nummer bekend. Hij zit eigenlijk in de groep, OVSB.
En ja, daar zijn ze met een nummer op TMF geweest. Ja. Dat was al een grote hit. En ja. Ja, is toch leuk dat dat er doorheen zweeft. Ja. School natuurlijk nog. Ja. En dan artiest. En dan ook nog een vriendje, of niet? Nee. Nog geen nee. tijd voor? Nee. Nou, kom allemaal wel. Ben je wel sportief? Ja, zeker. Ga je mee naar Martin toe? Ja, is goed. Dan gaan we pijlen gooien. Eens kijken wat, of jij die score wel omhoog krijgt. Tuurlijk wel. Ga mee? Kom maar. Is goed. Ga maar voor. Sharon. Ja. Dat ga je verbeteren, toch? Natuurlijk. Dat lukt jou wel. Ja. Ken je Martin al? Hoi. Ja. Hallo. Hey. Nou, je hebt het net gezien. Mm-hmm. Boven de 56. Ja, komt goed. En ja, lager dan je vorige collega Jessica, dat lukt het niet, want die heeft 0. Dus. Als jij al een pijl in het bord hebt, ja, dan sta je natuurlijk ja. al boven Jessica. Okay. Maar ja, dat is natuurlijk... Ik denk dat je dan ook wel een heel groot gejuich hebt. En onder de 16 ja. op het rood? Nee, sorry. Je moet gewoon daar staan als het lakje is. Je kan beter je okay. voet zo houden. Hoe? Je voet zo doen, want zo sta je er iets meer vanaf. Je kan beter je voet zo houden. Iets dwars zetten. Iets dwars zetten. Je mag. Je mag eindelijk dwars zijn. Je mag zelf wil. Ja. Of mag ik daar staan? Nee, dat mag natuurlijk niet. Je moet er wel achter blijven. Maar ja. ik zou zeggen, ga je gang. Ja. Kijk, hij zit in het bord. Oh. Nou. Dat is 30. En 14 maakt 44. Oh. Dus. Over Jessica. Ja hoor. Ja. Hey. Ze kwam opeens voorbij. Ze raasde langs als een trein. Ik wist niet wat me overkwam. Het legde mij een leven lam. Maar toen ik weer was bijgekomen, zag ik die ene uit mijn dromen. Ik wist meteen wat ik moest doen en gaf je snel een dikke zoen. Vanavond is het volle maan en laten wij ons lekker gaan. We hebben samen al zo lang gewacht, maar vanavond wordt een wilde nacht. Vanavond is het volle maan en laten wij ons lekker gaan. Dit wordt voor jou en mij een avontuur dat hopelijk eeuwig duurt. Jij lachte en keek snel opzij. Ik dacht, kijk jij nou echt naar mij. Maar na een tijd wist ik het zeker en maakte jij me wel verlegen. Ik trok de stoute schoenen aan en ben recht op je afgegaan. Zei tot mezelf, ik ga ervoor. En zei heel zachtjes in je oor: vanavond is het volle maan en laten wij ons lekker gaan. We hebben samen al zo lang gewacht, maar vanavond wordt een wilde nacht. Vanavond is het volle maan en laten wij ons lekker gaan. Dit wordt voor jou en mij een avontuur dat hopelijk eeuwig duurt. Samen al zo lang gewacht, maar vanavond wordt een wilde nacht. Vanavond is het volle maan en laten wij ons lekker gaan. Dit wordt voor jou en mij een avontuur dat hopelijk eeuwig duurt. Ja, kan ja. Ik was even helemaal verslagen. Ik dacht dat hij al afgelopen was. Joh. Ja, hè? Dat hoor ik wel eens vaker. Ja. Ja, toch wel. Ja, dat is eigenlijk je grapje wat we erin hebben gemaakt. Ja, nou, dat grapje is geslaagd. En dan denkt iedereen van, ja. Het is klaar. Ja. Ja. Maar dan foppen we de mensen even. Zelf stoot ik mijn kop nog aan die open haard. Serieus, daar. En die mannen daar, die dame, die liggen helemaal dubbel. Echt waar. Ja, totaal medelijden. Leedvermaken.
leven van maken. Maar dat maakt niet uit. Wij knippen niet in ons programma, dus het gaat allemaal lekker door. Hey, dit is een vrouwelijk nummer, maar Brabant, carnaval, doe je daar ook nog iets mee? Nee, eigenlijk niet, nee. Nou ja, je bedoelt carnaval vieren. Ja, vieren wel hoor. Ja, maar niet, geen carnavalsnummer? Nee. Nee, nee, nee. Nou, wel eens aangedacht, maar ik laat het liever over aan de anderen. Ja? Ja? Nee, maar ja. Lekker... Nou, ik hou wel van feest hoor, ja. Want ik moet ook heel eerlijk bekennen, ik ben ook echt wel een iemand die niet echt ballads, daar ambieer ik ook niet echt, zeg maar, om dat te zingen. Dus dat vind ik trouwens ook verschrikkelijk moeilijk, want ik bedoel, wat mijn collega deed, zit niet, vind ik geweldig hoor, want ik bedoel, dat vind ik fantastisch. Maar ik denk niet dat ik dat zelf, mij maar lekker vrolijk... Dus het volgende nummer wat je gaat doen, dat is geen ballad, begrijp ik. Nee, wat is het wel? Dat is geen ballad. Nou, zal ik je vertellen, daar zit een beetje een verhaal achter. Want ik ben vroeger, zoals we dat straks al vertelden, discjockey geweest. En ik ben heel erg van de disco en soul muziek, zeg maar. En dat hebben we proberen terug te brengen hier in dit liedje. Het liedje heet Geniet van elke dag. En daar kan je denk ik toch wel een heel, heel hoog Earth, Wind and Fire gehalte in terug horen. Nou, ja, dus. Ik denk dat Made in Holland blijft kijken, en zeker de gasten, naar het volgende nummer. Dus Made in Holland TV. S'morgens sta ik op, alweer een nieuwe dag. Wie weet wat ik vandaag nu weer beleven mag. De zon die schijnt, dus dat kan niet meer stuk. Op mijn vrije dag, dat is toch echt geluk. Ik ga er een dag van maken. Ik schreeuw het van de daken. Geniet van elke dag die jou is gegeven. Ik wil voor altijd genieten van het leven. Niets staat mij nog in de weg. Ik maak me niet meer druk. Soms dan heb ik wel eens pech, maar meestal veel geluk. Soms kom je iemand tegen, voor jou nog onbekend. Maar praat je dan een tijdje, is het of je elkaar goed kent. Mensen zijn belangrijk, daar kun je niet omheen. Zonder hen dan ben je helemaal alleen. We gaan een feestje maken, dat schreeuw ik van de daken. Geniet van elke dag die jou is gegeven. Ik wil voor altijd genieten van het leven. Niets staat mij nog in de weg. Ik maak me niet meer druk. Soms dan heb ik wel eens pech, maar meestal veel geluk. Na regen komt er weer zonneschijn, dus komt het helemaal goed. Dan is het tijd om weer blij te zijn. Dat geeft de mens weer moed. Ik heb die clip van jou gezien. Waar was dat? Waar die opgenomen is van dit nummer? Waar dat was? Ja? Dat was in Raamsdonk. Dat is een plekje bij, bij mijn woonplaats in de buurt. Ja. Ja, heb je die, op de boot, op hè? Die boot. De boot, ja. Ja, op die boot. Ja, dat was ook een hele leuke dag, moet ik zeggen. Ja. Goed weer erbij. En, super weer, mooie vrouwen. Ja, ja, nou, daar gaat het me nu om dat ik het vraag, want die zitten hier ook natuurlijk. Ja, ja, zeker. Ja. Ben jij sportief? Ja, ik ga 5 keer in de week naar de sportschool. Ja. Ga ik een bakje koffie drinken en dan ga ik naar huis? Nee, maar ik ben niet echt sportief. Nee. Nou, dan... Niet actief sportief. Nee, maar ik heb één geluk voor je. Wat we gaan doen is niet zware sport. Het is geen 10 kilometer trampolinespringen of zo. Het is gewoon een aantal pijlen gooien op een dartbord. Nou, we gaan het proberen. Dat moet kunnen, of niet? Mijn zoontje is daar wel heel goed in, moet ik zeggen. Maar je moet het zelf doen. Ja, oké. Okay. Dus dan gaan we proberen dan. Gaan we naar Martin toe en dan gaan we eens kijken wat je ervan terecht brengt. Goed, gaan we doen. Oké. Okay. De allerlaatste
van vandaag. Maak dat bord wel lager. Nee. Mooi krukje. Hey, goed. Voor jou geldt ook, wil je nummer 1 worden, moet je boven Sydney gooien, dat is 56. En ja, ik wil het nog wel een keer zeggen, maar ik weet als ik haar naam nog een keer ga noemen, dat ze 0 heeft, ja, dan krijg ik telefoon. Dus wie? Ja, Jessica iets of zo. Wie is Jessica? Ja, Jessica, ja. Ik ga hem best doen. Oeh. Hoppa. Zo. Hey. Lekker, jongen. Nou, zit. Ja. Dat was gelukt toch? Dat maakt niet uit, bij mij ook. Dat is 90 punten. Vol. Ja. Maar, was die beker? Nou, die komt niet. Dat komt wel. Dat komt einde, maar even één ding. Ik had al mijn geld op Sydney gezet, dus bedankt dat ik voor jouw geld kwijt ben. Nou, en bedankt. Neem die kwalijk. Nee, leuk van je. Kom er even gezellig bij, Sydney ook. En ja. Sharon ook, want we gaan natuurlijk het programma weer afsluiten. We delen zo, hè. Ja, we hebben het uit mening gezet. Ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben. Ja, ik vond het heel leuk. Ondanks dat je toch van de eerste plek afgegooid bent. Ja. Dat maakt 90 niet uit. Punten. Nee, dat maakt niet uit. Sportief zijn, hè. Ja. Dat hoort toch ook bij de sport. Maar bij elkaar, jullie drieën, is wel erg hoge score. Het is een hele hoge score. Dat is de hoogste score van tot nu toe, hè. Tot nu toe. Met dit allemaal. Ja, mooi. Zeker. Goed mensen, Apeldoorn, ik hoop dat u weer genoten heeft van een lekkere aflevering, een gezellige aflevering, ondanks dat Martin er ook bij was, van Made in Holland TV. En over 2 weken zijn we er zeker weer. Martin, ook? Ja, natuurlijk. En dan een nieuwe serie met artiesten bij Made in Holland TV. Dus blijf kijken naar Made in Holland bij RTV Apeldoorn.